Yo mensen van Wesker Games, welkom bij weer een nieuwe Community Craft. Wat ik vandaag een beetje wil doen is het onderste gedeelte van ons huisje, dus dat is hier beneden, bij ons tweede balkonnetje een beetje mooi maken, dus een beetje uitgebreider. En dan bedoel ik niet dat we er een derde balkonnetje bij gaan doen of we gaan het groter maken, maar dan heb ik het over, we gaan deze dirt hoopjes weghalen, want die verpesten het wel een beetje. Ik heb daar hele andere plannen voor wat we hier neer kunnen zetten, maar daarvoor gaan we dus deze dingen weghalen vandaag. En omdat dit niet zo heel lang gaat duren, wil ik straks ook nog met jullie een potion gaan maken. Of laten we zeggen potions, want we hebben wel een hele mooie potionkamer. Maar ik gebruik ze niet, of ik gebruik hem niet. En dat wil ik dus wel gaan doen. Dus dadelijk gaan we ook nog potions maken. En sorry als ik een beetje moe klink, of ik moet soms gapen. Maar het is niet voor niks 3:50 in de nacht dan, hè. Dus ja, je snapt het wel. Maar, oh shit, ik zie wel dat ik daar even deze vloer mooi moet maken. Maar dat doe ik wel een andere keer, want daar heb ik echt even geen zin in. En ik heb het hout er allemaal niet voor. Maar, ja, ik moet even kijken welke potion ik daar ga maken. Want ik kan heal potions maken. Ik heb namelijk 2 casters. Die trouwens best wel gewild zijn in deze server. Dus misschien kan ik die beter even bewaren. Ik kan ook poison maken. Ik weet niet waar ik die eigenlijk voor nodig heb. Want het is geen PvP server. En, ja, die potion is alleen maar goed om iemand eigenlijk te vergiftigen. En hem daarna te doden. Ik ga even een schep halen ondertussen. En ik heb ook ergens blaze rods liggen. Dus ik kan ook nog strength potions gaan maken. Maar die zijn eigenlijk ook alleen voor de PvP. Dus ja, ik kan ze wel allebei maken dadelijk. Maar dan is het wel dat ik ze niet ga gebruiken. Dan is het eigenlijk misschien wel voor later. Dus dat ik later nog... ja, misschien voor als er een kleine PvP-arena is, dat ik ze nog altijd kan ownen met mijn potions. Hopelijk kijkt niemand dit, want dan gaan ze natuurlijk zelf potions maken, zo snel mogelijk. Want iedereen wordt bang voor me nou. Ja, jongen, die Wesker die heeft potions, dus oppassen blazen. Nee, is maar een grapje, maar ik ga in ieder geval wel dus de potions maken. En ja, dan gaan we ze gewoon dumpen in wat chesten. Gewoon in de potionkamer zelf. Ik heb daar ook chesten staan, maar dat is eigenlijk voornamelijk voor het... brewing stuff zelf, dus de benodigdheden om het maken. Maar ik ga kijken of ik nog wat potions kan dumpen. Ik heb namelijk geen chest meer over in de chest room. En ja, anders moet ik ze in de bank gooien. En potions zijn op zich nog best wel gewild hier. Dus ja, ik hou ze liever. Maar zoals je ziet zijn we bijna klaar met deze kant. En ja, wat kunnen we nou toch met deze berg doen hier? Zoveel mogelijkheden. En zo weinig keus. Omdat gewoon, ja, het is niet nodig. Andere mensen doen dat bijvoorbeeld al dat werk als het iets daarmee is. Of als ik een keigroot WG-teken opzet, dan zien ze het als zelfpromotie. En dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Je bent hier namelijk een community. Je bent hier niet alleen voor jouzelf. Ik kan er ook keigroot DDG opzetten. Wacht, de dalgemeenschap. Ja, dat kan ik er ook opzetten. Gewoon DDG. De dalgemeenschap. Dat kan ik er ook opzetten. Dus laat even achter wat ik hierop moet zetten. Of DDG. Of geen WG in ieder geval. Ik heb geen zin in zelfpromotie en in haat van andere spelers. Maar ja, laat het even achter. Ik ben benieuwd. Wat hebben jullie allemaal voor me? Dus ja, we gaan het zien. Zo. Ziet er ook iets beter uit. Er is trouwens wel veel mogelijkheid, jongens. Dus genoeg tijd. Dus we gaan ook deze kant nog even weghalen. En dan gaan we... ja, die potions maken. Ik ben wel weer vergeten om een timer te zetten. Daar moet ik echt aan denken de volgende keer. Want dadelijk ben ik bijvoorbeeld met 10 minuutjes bezig. En dat is een beetje weinig voor community craft dan. En ja, dan krijg ik weer allemaal gemauw. Ja, te kort, dislike. Ja, kom op. De vorige keer dat ik een hele korte aflevering maakte. En dan bedoel ik niet nummer 7 of zo. Maar dat was nummer 3 of 4. Toen kreeg ik een dislike omdat de aflevering te kort was. Maar wat stond er nou aan het einde van de video? Sorry dat de video zo kort was, maar ik moest om 3:30 gaan. En ik kwam er pas later achter dat het al 3:50 was. Nou, ik heb dus toen aan diegene gevraagd. Godverdomme. Heb jij de hele video gekeken? Nou, hij zei ja. En toen zei ik, wat staat er dan op het einde van de video? Toen kreeg ik heel lang geen antwoord. Toen kreeg ik echt pas 20 minuten later antwoord. Ja, dat je weg moest. Maar ja, dat had ik niet gezien. Ja, dan kijk je dus niet de hele video. Want het staat er keiduidelijk 20 seconden fucking hard recht midden in je beeld.
En dan weet ik niet of jij hem op fullscreen kijkt. Maar ik meestal wel video's. Want dat is natuurlijk veel fijner kijken. Maar het stond er wel. Dus dan weet ik ook dat je de video niet kijkt. Maar ja, genoeg daarover. Geef dus geen dislikes als de video's te kort zijn. Meestal kan ik er dan niks aan doen. Want het nummer 7 dat die zo kort was. Dat was omdat mijn Fraps het niet wou doen. En omdat mijn geheugen heel vol zat. Dus ja, ik kan er gewoon niks aan doen soms. Ik probeer ze allemaal zo lang mogelijk te houden. Ik probeer het ook echt te vullen. Maar soms start ik een opname net zoals nu. Gewoon zonder dat ik iets heb gepland of zo. En dan zie ik wel wat er komt. Want dat is meestal ook het leukste. Hè? Gewoon... Dat ik van, als ik van tevoren echt een heel Word document openzet en ik ja, en ondertussen schrijf ik daar een heel verhaal in. Net zoals je misschien wel bij Kingdom ziet. Die openen Word bestand, schrijven daar wat tekst in en die gaan ze precies naspelen. Maar dan voelt het gewoon niet meer echt. Dan voelt het voor mij niet echt. Ik vind het ook niet leuk. Als Kingdom is het natuurlijk leuk om te doen. Dat als ik in een Kingdom zit. Ik heb ooit in een Kingdom gezeten. Dat heb ik toen ook gedaan. Toen vond ik het voor de Kingdom wel normaal om te doen. Maar voor dit soort projecten vind ik... Ja, dat hoeft niet. Dus ja, dat was trouwens ook een nep Kingdom hoor. Dat was ook al in 3 maanden, 4 maanden geleden of zo. En daar ben ik ook mee gestopt toen. Was lame, was saai. Dus ik ben er gewoon uitgestapt. Ook al was ik super goed en zo. Ik was koning van weet ik veel andere Kingdom of zo. En ja, ik ben toen gestopt. Ja, gewoon. Ik weet niet waarom. Maar in ieder geval zijn we klaar met het mooi maken van de onderkant van ons regeltje daar ding. Dus we gaan even wat spullen droppen. Zo te zien is onze kobbel ding nog steeds vol. Godver. Waar is mijn 2 kobbel? Nou ja, oké. Dit ding speest hem helemaal. Oké. Even kijken. Alles van het hout mag hier weer in. Dit houden we. Deze. Een shovel kan hier weer in. En dan gaan we kijken of we een beetje glas hebben. In ieder geval blocks. Ja, kun je hier misschien... Oeh, black. Nice. Kunnen wij hier misschien bordels van maken? Nope. Oké, nou moeten we dus even zand gaan zoeken. En dat hebben we. Hier. Ook net 3. Lol, daar hebben we natuurlijk niet genoeg aan. Dus, we moeten even kijken of we ergens glas vandaan kunnen halen. Voor bottles. Of ik moet ze al hebben. Maar dat weet ik niet zeker. Dus dan moet ik even snel checken. Hallo, bottles. Hallo. Nope, we hebben dus geen bottles. Dus we moeten even ergens... ja, oh. Hoe kom ik daar nou weer aan? Nou, oké, we moeten dus even ergens glas vandaan zien te halen. Dus we gaan even naar beneden. Zo. Uh-oh, retard alert! Oh my god! Soms ben ik zo'n retard ook, hè. Oef, dat is de eerste keer dat ik misspring in dat fucking water. Oh my god. Gelukkig is het wel beneden en niet boven, anders moest ik ook nog helemaal naar boven lopen. Weet je wat ik een keer ga doen? Ik ga hier, ik ga een keertje expres doodvallen. Met een, ja, ik ga hier in ieder geval een keer een ender chest plaatsen. Ik ga doodvallen. Ik ga uit die ender chest van alles halen. Kobbel en al die dingen. En ik ga een pad maken van precies de plek waar je doodvalt en waar je dan spant. Helemaal naar ons hoofd weg. Gewoon omdat het... kloten is, en ik ga niet met kut en dingen schelden, om gewoon helemaal vanaf daar, over die bergen, dan weer naar beneden, dan weer naar boven, terug naar mijn en ander huis toe te lopen. Dat is echt kloten, dat is echt niet leuk. Dus ja, dat gaan we regelen. Nee, please. Oh my god, dood, please. Ga dood, ga dood, ga dood, ga dood. Voordat ze mij raken. Nee, nee, ga dood, ga dood, ga dood. Oh fuck, I'm screwed. I'm totally dead. Fuck. Waar moet ik heen? Ik ga deze kant op. Doei. Damn. Ook zo lekker in de nacht, hè. Oh yeah. Kijk of deze nog zou kunnen killen. Dank je. En dan ga jij even weg. Kijken of we nog even snel kunnen regenen. Oh my god, ik mis mijn armor en het zwaard zo erg op dit moment. Rennen. Kijk dan ook gewoon wat voor horde er achter me aankomt, hè. Damn. Ja, snel terug. Kijken of we nog eens een glas vandaan kunnen halen. Heel jammer dat ik nou weer moet doodvallen midden in de opnames. Oh, die shit. No, ga weg, please. Please. Ja. Oh my god, spin. Die dingen zijn creeper. Oh my... Oh, dat meen je toch niet, dit? Ja, YOLO, ik ga wel onder de brug door. Dit is niet normaal, joh. Shit.
Shit. Shit, wat doe ik? Shit, ik ga dood. Shit. Rennen. Chips, schapenrevolutie aan de kant. Het was volgens mij ook de wolrevolutie, ik weet niet zeker. Jezus, jezus, jezus. Ik moet snel terug naar mijn huis. Of naar mijn stuff, want dit is toch niet meer normaal, joh. Kijk dat mobs daar, weer twee spinnen. Zullen we zien, staan de dak weer twee creepers midden op de weg, net zoals net. Zul je wel weer zien, hoor. Kom, dat moet net mij weer overkomen. Heb ik wel vaker. Ja, ik zie hier in ieder geval niks. En, ja, we gaan even kijken of ons stuff er nog ligt. Ik hoop het natuurlijk al. We kunnen trouwens eerst ook wel even kijken. Nee, ik ga eerst mijn stuff halen. Dat is even het belangrijkste. Want dadelijk is het weg. En dan zijn we helemaal fucked. Want dan ben ik die goede pickaxe kwijt. En mijn armor. En dan zijn we weer diamond en iron verspilling. En toen kon ik niet meer rennen. En ja. We zijn er in. What the fuck doe jij daar? Wouter, je. Je waagt het gewoon even. Je... Als. Damn, jongen. Dit is gewoon gevaarlijk, jongen. Als hij naar beneden springt, hè. Of als ik hier naar boven ga en hij explodeert in mijn gezicht. Dan echt, dan word ik gewoon kwaad. Lopen. Damn, we zijn er in ieder geval wel. We zijn hier met mijn mooie trapje. Fijn ding. Vooral als je hier nou boven moet. Juist, daar is mijn stuff al. Ik denk dat er ook wat naar beneden is gevallen. Even kijken. Ja, we missen mijn boog. Dus die is daar natuurlijk. Even snel wat eten. Damn, is dat ding helemaal daar? Tuurlijk, tuurlijk. Nou, waar is hij? Is hij boven misschien? Kom op. Moet te doen zijn. Waar is mijn boog? Mijn boog. Is die niet echt hier niet beneden? Daar ben ik eigenlijk doodgevallen. Even checken hoor. Ik kreeg in ieder geval wel XP op dit. Waar ben ik doodgevallen? Oh, hier is mijn boog. Lol. Ik ben echt schil. En dan denken jullie ervan. Nee, dit hebben jullie natuurlijk allemaal al gezien dat die boog daar lag. Dan gaan jullie allemaal noep noemen. Echt gewoon fuck jullie allemaal. Nee, geintje. Jullie zijn echt de beste fans ooit. Ik heb gewoon. Voor mij is dit alweer gisteren. Heb ik de 2000 subs gehaald. Ik neem namelijk altijd veel community craft achter elkaar op, zodat ik een voorraadje heb. En dan kan ik dan maar gepland uploaden. En dan kan ik lekker rustig aan doen en dan upload. En dan neem ik een dagje niet op, gewoon lekker een chill dag. En dan weer een dagje wel een paar keer. Dat is gewoon chill voor mij. Dus ja, dat is voor mij allemaal naar achter elkaar opgenomen. En ja, ik heb gewoon vandaag, dus nou net, de 2100 subs gehaald om 3:30 s'nachts. 3:30 s'nachts. Oh nee, ik wil het niet jatten. Eigenlijk ook weer wel. Oh ja, dit is trouwens de 10 geboden van Community Craft. Het zijn even de 10 belangrijkste regels van. Nou ja, de 9 belangrijkste regels van Community Craft. Want ik vind dat 10 overbodig is. Overbodig, inderdaad. Ik weet niet, die zou je er even vanaf moeten halen. Maar ik ben geen griever, dus ik doe het niet. Maar nu heb je dus. Als je nou deze regels echt goed wil lezen, dan had je even het beeld op pauze moeten zetten net. Dus. Oh lol, dit is ook nieuw. Dit ziet er ook vet uit. Tering. Een heel nieuw parkje of zo. Kijk, van de lelijkste plekken, en dan noem ik natuurlijk Mitch en Huis en zo niet lelijk, maar dit was eerst gewoon een stuk gras. Kun je de mooiste dingen maken? Kijk dan. Maar waar is de. Oh my god, en ik leg hem hier, dat wil je niet weten. We gaan deze kant op. Ja, hier is zand, maar. Oh my god, ik heb ook nog de hik. Wat? AFK Visie Farm, lol. Ik vraag wel een keer hoe dat ding weg. Maar we moeten zand hebben, jongens. Zand. Waarschijnlijk in de bank. Dus dan gaan we daar even kijken. Sorry voor de lag. Maar ik heb nou eenmaal in het centrum van Community Craft. Van de talgemeenschap. Heb ik... Wauw. Kijk dan. Nice. Maar ik heb daar in ieder geval veel lag. Even frame erop. Dat heeft iedereen. Maar dat is in ieder geval heel kloten. En daar kunnen we niks aan doen. Het is er nou eenmaal. Nou, waar heb je zand neergelegd, Edwin? Ik heb het nodig. Zand, hout, kan ik allemaal wel gebruiken dit. Ik neem het mee. Even kijken, zit hier nog zand in? Nee, een kool. Wat is dan zand? Dat hebben we toch wel? Anders ben ik wel screwed, ja. Damn. Damn. Hier zit ook allemaal nog niks in. Damn, waar komt die zombie vandaan? Hier. Dit is trouwens ons trade centrum. Is dan al onze villages waarmee wij aan het traden zijn. In ieder geval 1 emerald heb je 3 van die dingen.
What the fuck doe jij hier? Ga jij eens even dood. Dankjewel. Zit hier nog ook helemaal niks. Waarom zitten daar deuren in? Hier zit glas in. Ik weet het zeker. Zand dan. Oh my god. Ik haat het. Hier zit ook niet in. Misschien in de kont van deze kip. Je weet maar nooit. Nope, we kunnen gewoon geen glas vinden. Dus, ik moet het toch even bij iemand gaan halen. Dat gaan we bij, denk ik, Ronald doen. Ik denk dat Ronald wel wat glas heeft. En als Ronald dit ziet, ik kom het terugbrengen. Ik meen dit serieus. Ik kom dit terugbrengen. Maar het is even zodat ik even snel de opnames kan doen. Want dit duurt wel heel erg lang nou. Ik ben nou echt al 10 minuten bezig met zand of zo. En dat duurt gewoon te lang. Ronald, heb jij misschien zand? Please. Nope, hij heeft geen zand. Lol. Jij mag ook wel even dood. Zo. Misschien dat Stijn wel een beetje zand voor mij heeft. Stijn, je hebt toch vast wel wat zand voor mij? Of die deurtje dicht als er iets naar binnen komt. Heb ik geen zin in. Zand of glas? Please. Nee, ook al niet. Waarom hebben wij geen zand of glas? Misschien dat Arjan het heeft. Dit duurt wel heel erg lang, jongens. Dus sorry daarvoor. En anders heeft misschien Edgar het wel. Maar je weet maar nooit. Dus een broer Inkstift heb ik al gezien. Nope. Wauw. Die gast is goed bezig, zeg. Hoeveel dat hij heeft. Het ziet er ook gewoon nice uit. Poort niet verder. Oh, dit is voor zijn potions misschien. Om water te pakken. Mopbloed, nee. Ja, glas, maar dan is paint. Dat heb ik niet nodig. Nee. Zand. Dankjewel, Arjan. Ik kom dit later nog bij je terugbrengen. Echt waar. Maar even voor de opnames dus gaan we dit meenemen. En ja, daarvoor gaan wij dus even de lift gebruiken. Want dan zijn we lekker snel boven. Dan kunnen we even snel nog die potions maken. En dan zit het er wel weer op. Want we zijn al best wel lang bezig. Weet je wat ik ook kan doen? Mensen van West Games, vonden jullie deze video nou leuk? Geef de video dan even een groen duimpje. In de volgende aflevering kunnen jullie zien hoe ik die potions ga maken. En dan maak ik er misschien wel meerdere. Een hele video besteed aan potions. En dan ga ik jullie ook gewoon de basis van potions leren. Want nog niet iedere Minecrafter kent potions. Die denken dat het allemaal heel ingewikkeld is. Maar ik vind het een van de makkelijkste dingen van heel Minecraft. Dus ja, vond je deze video nou leuk? Geef de video dan even een groen duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd op Westy Games? Abonneer dan even. En ik zie jullie graag weer terug in de volgende Community Craft. In de Potion Room. Later.